Goedemiddag. Ja, dit is andere akoestiek. Dit is het moment waarop we een kleine onthulling gaan doen. Ik denk dat jullie allemaal al een klein beetje het idee hebben wat er achter mij onder dat doek zit. Of althans, wie dat zou kunnen zijn. Maar voordat we dat gaan doen, Tidi, geloof ik dat jij ook nog een aantal woordjes wilde richten. Dus mag ik jou daarvoor uitnodigen? Nogmaals, heel hartelijk dank dat ik hierbij mag zijn. Het is voor mij deze week 52 jaar geleden dat ik op Schiphol liep met de sleutel in de hand en naar gebouw 144 zocht, waar wij 3 kamers boven hadden met niemand erin. En dat was mijn eerste dag. Er was geen medaille, er was geen inlichtingen over het hoe en wat. Earl was terug in Minneapolis en zo was mijn eerste baas daar. Die kwam later terug, 2 weken, 3 weken later, met zijn vrouw, zijn 4-jarige dochter en een 3 maanden oude baby. En zo begon het. Dus dat was het begin van Medtronic in Nederland op Schiphol. En ik heb heel erg aan Earl moeten denken vannacht, toen het zo stormde. Ik denk, dit is heel toepasselijk, al dit onweer. Hij hield van onweer. Dat was Frankenstein. En het onweer wat daarbij hoort. En er was Benjamin Franklin met zijn vliegerstudies en onweer en elektriciteit. Earl was daar altijd heel erg in geïnteresseerd. En Earl was natuurlijk iemand van de future, maar hij hield ook enorm van geschiedenis. En hij heeft dus het Bakken Museum. En het is echt de moeite waard, als jullie in Minneapolis zijn, heeft dus het Bakken Museum. Daar is een Frankenstein room, met onweer en van alles. Maar waar het echt om gaat in het museum, is dat hij de jeugd aantrekt om belangstelling te hebben voor de sciences. En dat is voor hem het belangrijkste weer. En ik wilde ook even praten over Earl zelf. Ik heb hem voor het laatst gezien, ongeveer een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden, op Hawaii. En wat ik moet zeggen is, hij was een gelukkig mens. Het was echt fijn om hem te zien dat hij genoot van zijn leven heeft genoten. Hij maakte wel graag de opmerking dat, ik ben blij dat ik met Medtronic ben begonnen. Want ik heb een pacemaker, ik heb 3 stents en ik heb een insulinepomp. Ja, en Medtronic houdt mijn leven langer. Hij is dus 94 geworden. En hij genoot die laatste jaren heel erg van gewoon er te zijn. Genoot van de natuur, zijn mooie tuinen. Ze hadden bijen, hielden ze, aan het eind. Maar zijn staf maakte honing. Bakken honing. En dus hij genoot erg. Maar wat me ook opviel, hij had altijd dat jeugdige, die jeugdige interesse in alles. En hij liet me trots zijn nieuwe zonnepanelen zien. Er waren 520 zonnepanelen. Een grote ruimte met grote batterijen. En heel veel tv-monitors, waar hij als een kind naar kon kijken. Van kijk eens hoeveel energie we hebben vandaag. En kijk, we hebben lang niet alles gebruikt. Dat was toen hij 93 was. Dus nog steeds geïnteresseerd in nieuwe dingen die er zo te zien en te krijgen waren. En ik heb dus enorm veel geluk gehad voor hem te werken. En het was een eerlijke man. Ja, en ik vind het spijtig dat hij Groningen niet leuk vond. Maar hij vond, ik zeg nou, maar ik kom uit Leeuwarden. En dat is heel dichtbij. En zo is het echt niet altijd, hoor. Ach, zegt Earl. Maar er zijn uitzonderingen. Ik zeg wel nee. Maar in ieder geval, ik ben het er helemaal mee eens. Dat dit was de beste plaats om met Ronnie te beginnen. Dus heel veel dank. En ik geef nu de microfoon weer. Tini, kom er nog even bij.
Dit is zo uniek dat we Tini bij ons hebben deze dagen. Ik word hier zo blij van. Echt waar. Nee, dat is zo uniek dat je iemand hebt die al A, Earl heel goed kent en gekend heeft. En B, als eerste employee in Nederland werkzaam was. En dat we jou hierbij mogen hebben. Dat is dus helemaal fantastisch. Dus wat hadden wij nou afgesproken? We gaan samen deze onthulling doen. Ik heb geen flauw idee hoe dat werkt. Is daar iemand? Oh, oké. Oké. Oké, Tini. Dat laat ik volledig. Ik geef verslag ondertussen. Zal ik het een beetje zo? Oké. Oké. Nou, daar gaan we. Naar voren of naar achter? Naar voren, denk ik. Hè? Oh, wauw. Ja, prachtig. Ja. Is misschien het moment om de kunstenares die dit allemaal gerealiseerd heeft, even uit te nodigen. Jacqueline van der Putten. Nou, ik had me voorgenomen om hier heel cool te staan. Dat gaat niet lukken. Want als je dan zo eindelijk onthuld wordt, dan doet het me toch wel heel erg veel. Ik ben hier al bijna een jaar mee bezig geweest om Earl te boetseren. Te portretteren. Nou, allereerst van harte gefeliciteerd met jullie 50-jarig jubileum hier in Nederland. Het voelt vertrouwd om weer hier te zijn. Ik zie heel veel bekende gezichten en ook heel veel nieuwe gezichten. En voor die nieuwe gezichten even een korte toelichting op wie ik ben. Ik ben nu 6 jaar werkzaam als beeldend kunstenaar met model- en portretboetseren als specialisme. Ik heb een kunstatelier binnen de poorten van Ambeiroldeuk in Kerkrade. En voordat ik als zelfstandige begon, heb ik 30 jaar hier gewerkt. Bij Metronic. Met heel veel plezier. In die 30 jaar dat ik hier gewerkt heb, heb ik Earl een paar keer mogen ontmoeten. En ik heb hem in gedachten als iemand die heel erg zachtaardig en vriendelijk en heel laagdrempelig was in de toenadering naar andere mensen toe. Ik moet af en toe even spieken. Toen ik benaderd werd door Metronic om Earl Bakken te portretteren, had ik niet lang nodig om daar een volmondig ja op te zeggen. Het is een bijzondere man, het is een bijzondere opdracht. En nadat we de opdracht uitvoerig hadden besproken, ben ik ook meteen gestart. Ik heb maanden geleden al mijn hele atelier behangen met foto's van Earl. Dus elke dag als ik binnenkwam, was het Good Morning Earl. En dan begon ik. En ik hoop dat het eindresultaat er ook voor jullie mag zijn. Voor mijn gevoel zit hij er helemaal in. Mijn ziel en zaligheid ook. Dus de cirkel is rond. Ik heb het met alle liefde gedaan. Ik ga nog een beetje in jou staan.